Dit is het Elburgse Sinterklaasjournaal met Freek van der Heijden. Dag allemaal, fijn dat je weer kijkt naar het Sinterklaasjournaal. We hebben groot nieuws. Er blijkt namelijk een vals speler te zijn in de bakwedstrijd Zoete Nootjes Bakken. We zagen in de vorige aflevering dat Lijstjes Piet afviel. Heel jammer natuurlijk. Maar inmiddels is duidelijk dat iemand heeft vals gespeeld. En hoe dat precies zit, dat weet Monique. En Monique staat nu in het Grote Piethuis. Zeg Monique, kun jij ons vertellen hoe dat nou precies in elkaar steekt met die vals spelen? Nou, dat bleek toen we nog eens goed naar de beelden hebben gekeken die we hebben gemaakt. Weet je nog wat Lijstjes Piet zei toen ze uit de wedstrijd ging? Er is alleen één ding dat me wel een beetje dwars zit. Ik snap er geen pepernoot van dat mijn chocolade steeds zo dun bleef. Ik heb alles precies gedaan zoals het in mijn recept stond. Nou, dat vonden wij dus ook best raar. Dus zijn we nog eens gaan kijken naar de beelden die we hebben van de camera's, ook in de keuken. En we moesten heel goed kijken, maar toen zagen we dat een Piet aan het knoeien was met de spulletjes van Lijstjes Piet nog voor de uitzending. Toen we eens even een hartig woordje wilden gaan spreken met deze Piet, toen bleek dat hij nog veel meer van plan was. En daar hebben we de volgende reportage over gemaakt. Kijk maar. Dit geloof je toch niet? Er wordt gewoon vals gespeeld. Jemig de freaking pemig. Door de Pieten zelf notabene. En uitgerekend deze lieve aardige Piet. Hoe kan het? Ja, hoe kan het mensen? Deze wedstrijd doet vreemde dingen met mensen. Maar dit laten we niet zomaar gebeuren hoor. Nee, nee, nee. Deze Piet gaan wij eens even stevig aan de tand voelen. Want even je kwebbel. Ik hoor dat Pietje die we zoeken hier achter de deur praten. Oh, echt, echt, echt? Ja, volgens mij zegt hij dingen die we heel graag willen horen. Echt waar? Maar dan moeten we erbij wezen. Aanvallen! Nou, ik wil even horen wat hij zegt. Volgens mij voert ons Pietje een heel interessant gesprek. Echt waar? Wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat dan? Als jij nou even je snavel houdt, dan kan ik horen wat hij zegt. Ja. Ja, dus dat is afgesproken. U zet 10 verschillende marsepeinen figuurtjes klaar. Die haal ik dan op. En ik zorg dat u vannacht niet 1, maar wel 3 cadeautjes in de schoen krijgt. Aanvallen! Ha! Schurk! Zo, zo, zo. Dus jij was dat Telpietje? Hou je een beetje in. Telpiet krijgt er een hartverzakking van. Maar Telpiet, we moeten wel even praten. We hebben gezien dat je hebt vals gespeeld. Ja, dus ontkennen heeft geen zin. Ja, koest nou even in je mand. Maar Ria heeft wel gelijk, ontkennen heeft geen zin meer. Ja, klopt. En het spijt me zo. Maar ik wilde zo graag de wedstrijd winnen. Ik heb wat bij Lijstjes Piet in de chocola gedaan, zodat de chocola niet hard kon worden. Ze bekent gewoon, jongens, hè? Ja, en wat was dat net aan de telefoon? Ik hoorde dat je 10 marsepeinen poppetjes bestelde. Ja, nou, kijk, ik hoorde Jannie en Robert praten over de volgende opdracht. En dat was marsepeinen figuurtjes maken. Dus jij dacht, ik koop de bakker even om. Met een paar extra cadeautjes in zijn schoenen. Jij mocht je wel schamen, Telpiet. Foei! Ja, dat doe ik ook. Het spijt me zo. Maar ik wilde gewoon niet uit de wedstrijd. En eigenlijk ben ik blij dat het nu uitgekomen is. Want daardoor heb ik nu geen geheimen meer. Het is een soort van opluchting. En daardoor kan ik nu Lijstjes Piet zeggen dat ik er ontzettend veel berouw van heb. Ja, nou, zo is het wel genoeg. Mag ik even? Ik bedoel, ik begrijp dat je het verkeerd gedaan hebt en dat je je schaamt. Dat vind ik heel goed van jou. We zullen het er later nog wel eens even over hebben. Hè? Maar volgens mij moet je nu even iets tegen Lijstjes Piet zeggen, hè? Ja, dat klopt, Sinterklaas. Lijstjes Piet, het spijt me zo. Ik heb er zo'n berouw van. Ik had het nooit mogen doen. En ik vind het zo erg dat jij nu dankzij mij uit de wedstrijd bent. Nou, sorry. Het is al goed hoor, Telpiet. Zand erover. Zeg, het lijkt me trouwens wel goed dat Lijstjes Piet nou de plek van Telpiet in de wedstrijd overneemt. Wat vinden jullie, jongens? Ja! Ja! Ja!
Wat een bijzonder verhaal dit. Ik vond het ook wel een beetje ontroerend. Ontroerend? Ja, nou ja, dat Telpiet de spijt van heeft en dat Lijsjespiet haar vergeeft en dat Lijsjespiet weer terug mag in de wedstrijd. Dat is toch mooi? Ik had eerder gehoopt dat Sinterklaas een beetje... Zeg, meneer Dweltje, wat zit hij toch de hele tijd te mopperen? Ik ben gewoon mijn werk aan het doen, ja? Als iedereen dat nou eens gewoon zou doen, in plaats van met zijn hoofd alleen maar bij die stomme bakwedstrijd te zijn. Nou, meneer Dweltje, ik vind u een tikkeltje negatief. Gaat het wel goed met u? Met mij? Och, kind, het gaat met mij fantastisch. Jongen, wat gaat het goed met mij? Ik hoor tijdens mijn werk niks anders dan over die stomme snetwedstrijd. En dan kom ik thuis en dan heeft Jannie het over niks anders dan die stomme snetwedstrijd. En over die Robert van Bakhoven. Dirkie, ben jij misschien een ietsje jaloers? Ik jaloers? Op die aangeklede speculaaspop zeker. Nou, het kan zijn dat Jannie heel erg vol van hem is, maar ik heb ook mijn kwaliteiten. Ik ben ook een heel belangrijk persoon. Ja hoor, jaloers. Ik ben niet jaloers. Niet jaloers. Zeg, ja, we moeten die Dirk hier de komende dagen maar eens even wat beter in de gaten gaan houden. Ik krijg een raar gevoel in mijn vingernagels van die man. Nou, inderdaad. Ik ga hem eens even flink in het snotje houden de komende tijd. Ja. Al wat fijn zegt dat Lijsjespiet nu nog een nieuwe kans krijgt. En dat het ook dan nog net kon voor de nieuwe opdracht. En hoe is de opdracht gegaan vandaag? Wie heeft er gewonnen? Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar omdat we zoveel tijd aan dit belangrijke nieuws hebben besteed, hebben we nog maar weinig tijd daarvoor over. Dus we houden de reportage hierover vandaag even wat korter. De opdracht van vandaag was, maak zelf marsepein en maak daarna 3 verschillende marsepeinen figuurtjes. Moeilijke toestanden, want dat marsepein zelf maken, dat is geen piece of cookie. Dat doe je niet zomaar, dat kan je wel zien aan het gezicht van Zangpiet. Gaat het een beetje, Zangpiet? Ik zing liever een lied voor 100.000 mensen dan dat ik moet gaan frummelen met marsepein. Marsepein, dat is lang niet fijn. Regelpiet lijkt het allemaal wat beter onder controle te hebben. Geen centje marsepeinpijn. Hoe gaat het, Regelpiet? Hoe het gaat? Geen centje marsepeinpijn. Ja, duh. Dat zei ik al. Dit is de leukste opdracht tot nu toe. Ik wil dit. Hier, kijk. Dat regel ik gewoon even. En de jury bekijkt na het valsspeeldrama van Telpiet extra goed of iedereen wel eerlijk doet. Stuitend, dat valsspelen. Stelletje amateurs. Als ik niet zo goed bevriend was geweest met Sinterklaas, dan had ik al lang de kuierlatten genomen. Dan was hij gegaan, daar moet je toch niet aan denken. De jury gaat weer langs bij de Piet om hun baksels te proeven. Wat is... Wat is... Ja. Ja. Het is te zien, ja. Ja. De jury gaat de uitslag bekendmaken. We gaan snel luisteren. Pieten, dit keer hebben jullie het best goed gedaan. Bijna allemaal. Dat is ook alweer eens leuk voor ons. Ja, Robert en ik die hebben ons echt uitstekend vermaakt. Oh, wij kunnen het zo goed vinden samen, of niet, Robert? Ja, wij voelen elkaar zo goed aan. Laten we doorgaan naar de winnaar. Dit keer heeft gewonnen... Stuntelpiet! Nee. Ja! Degene die ons gaat verlaten, die heeft ook erg zijn best gedaan. Maar helaas. Ja, het is ook een beetje pijnlijk om te moeten zeggen. Maak daar maar Martje pijnlijk van. Een beetje pijnlijk om te zeggen. Oh, sorry. Maar er was bij ons geen enkele twijfel, hè? Bij Robert en mij. Nee, degene die ons gaat verlaten is... Zangpiet. En dit was het dan voor Zangpiet. Maar het grootste nieuws is wel de winst van Stuntelpiet. Deze wedstrijd blijft toch verrassend tot het laatste moment. Het is net pakjesavond. Je weet nooit wat er in het laatste cadeautje zit. Volgende keer meer. Doeg! Gewoon wat leuk zeg voor Stuntelpiet dat zij nou heeft gewonnen. Ze wilde zo graag ergens het beste in zijn. Nou, dat is er dan mooi gelukt. En het zag er ook wel heel erg lekker uit wat zij maakte. Het is natuurlijk jammer voor Zangpiet dat hij is afgevallen. Maar ja,
Hij kan weer heel mooi zingen. Dat is ook belangrijk. Volgende week, jongens. Volgende week, dan weten we wie de nieuwe bakpiet wordt van Sinterklaas. Spannend, hè? Elk jaar zijn er op het Octaaf in Elburg rommelpieten bezig. En juf Dieneke die probeert ze al jaren te pakken te nemen, maar dat mislukt maar steeds. Misschien dat het dit jaar wel lukt. Ze heeft weer een prachtig plannetje uitgebroed. Laten we maar eens gaan kijken wat ze heeft bedacht. Hallo jongens en meisjes. Fijn dat jullie ook dit jaar weer eventjes bij mij op school komen kijken. En tot nu toe heb ik nog geen problemen hoor. Maar van Wim Salabim, ook van het Sinterklaasjournaal, hoorde ik dat als er problemen waren, dat ik dan eventjes choco moest nemen. Nou, dat zal ik eventjes doen, want dat hebben we hier. Let maar op. Lekker. Nee, problemen heb ik niet. Die had ik 10 jaren ervoor. Toen heb ik me verstopt in de speelgoedkist. Maar ja, die pieten waren me weer te slim af. En ze hebben de boel weer op de kop gezet. Tja, daarna ging ik slapen op school. Nou, ik sliep en de boel stond op zijn kop. Vorig jaar, toen heb ik de brandweer erbij gehaald. Ik zag ze van bovenaf, de hele politie erbij. Nee hoor, weer te slim af. Maar nu heb ik iets ontdekt. Het pietenalarm. Dat is een speciaal alarm. Als je dat aanzet, dan gaat hij niet af als er mensen doorkomen. Maar zodra er rommelpieten door de deur heen gaan, voelt dat pietenalarm dat die pieten de boel op de kop willen zetten. En dan gaat hij af. Nou, dit jaar jongens, komt helemaal goed. Probleem, choco neem. Weet je wat? Ik zal jullie het pietenalarm laten zien. Kom maar eens eventjes mee. Ik zal het laten zien. Niks zeggen hoor. Kijk, deze zit normaal dicht. Heb ik even open gedaan. Kom maar mee kijken. Zie allemaal knopjes. Deze is voor de rommelpiet. Deze is voor de danspiet. Voor de regelpiet. Voor de hoofdpiet. Ik heb ze allemaal zo neergezet dat wanneer één van die pieten de deur in komt, hij aangaat. Ik dacht niet dat ik dat hoorde, maar ik zal het wel verkeerd gezien hebben. Dus ik zet hem aan. Komt-ie. Wat een lawaai was dat. Zijn hier toch geen pieten? Ik ben toch alleen op school? Ik begrijp er niks van. Ja, één ding weet ik zeker. Het pietenalarm doet het. Dus ik kan met een gerust hart naar huis, lekker in mijn warme bed kruipen en morgenochtend lekker rustig naar school. Zonder die rommelpieten. Tot morgen! Oké, lekker naar mijn bed. Deur goed op slot. Hoppakee. Welterusten allemaal. Ik hoor helemaal geen alarm. Volgens mij is het vergeten erop te zetten. Maar we moeten nu terug. Morgen. Morgen. We komen morgen terug. Top. Juf Dienik heeft niks door. Morgen komen we terug. Dan gaan we nu. Kom op. Kom op. Inmiddels zijn er weer heel wat vragen binnengekomen voor Sinterklaas en voor zijn pieten. We hebben weer een mooie vraag uitgezocht en die aan de pieten voorgelegd. En deze vraag komt van een oude bekende, van de heer K.A.M. Peer. Sinterklaas, ik heb eigenlijk één grote vraag. Ik zit diep in de ellende. Ik heb geen tent meer. Ik ben eruit gezet. Mijn vrouw heeft mij uit de tent gezet. Ik heb geen handdoeken meer. Het dekbed van Maxima Willem-Alexander is weg. Ik heb geen gastendoekjes meer. Ik heb helemaal niks. Ik heb alleen hier een prachtig mooie brug met prachtig uitzicht. Zeg nou zelf. Maar wat nog belangrijker is, hoe kan Sinterklaas mij vinden?
Ik heb helemaal geen bel natuurlijk, geen deurbel. Eigenlijk zou ik Sinterklaas een brugbel moeten hebben. Een speciale bel voor op de brug, zodat u me kunt vinden. Want u komt mij natuurlijk een cadeautje brengen. Het is toch allemaal wat. Wat een ellende. In de tent, uit de tent en nu onder de brug. Sinterklaas, ach, ach nog en toe. Wat een gedoe allemaal. En ook vandaag vertelt Marius ons weer wat voor weer het gaat worden. Ah, die kinders, dan ben we weer met het weer van mij. Ik geef het weer mijn 7 pepernoten. Het, ik wil het even met hem, zoals je ziet, ben we hier op locatie op het Harde, bij het zwembad. En we hebben de zomer van ons leven, maat. Eerlijk woord, prachtig weer is het geweest. Nou, dat wordt het mijn niet. Mijn wordt het lekker weer. Het wordt met 15 graden wordt het een warme dag. Met 5 graden wordt het een normale dag. En met min 5 wordt de koude dag. Maar achter mij, om er eenmaal op terug te komen, dan zie je het zwembad van het Harde. Dat is eigenlijk een aquarium voor mensen. En toevallig keek ik door een gedichtje van. Een vis zwemt heel vaak heen en weer. Zowel bij goed als bij slecht weer. Maar het meeste doet hij dit als je in een aquarium zit. Nou, het moest er even uit dat hek af en toe en dan moet er zo'n gedichtje niet. Tot slot de weerspreuk. Zijn na deze zomer je benen nog pips, dan leef je in de schaduw. Of ze zitten in het gips. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Dat was hem weer jongens, de 7e aflevering alweer van het Sinterklaasjournaal. En vandaag hebben we gezien hoe er een valsspeler in de kraag werd gevat. Ja, valsspeler, dat is natuurlijk een behoorlijk probleem bij zo'n wedstrijd. Jongens, daar gaan we weer hè. Niet doen. Probleem. Shogo nemen. Ja. Ja, dank u wel. Dat weten we nou echt wel. Maar de wedstrijd gaat door. En we zullen de volgende keer zien wie het dan weer de beste is. En wie er helaas afvalt. Jongens, voor nu lekker slapen en heel graag tot de volgende keer. Dag!